Hannelore is nog in Silletaal en deze keer maakt ze een slee van haar skis. Het is mijn eerste hike in sneeuw. Verse sneeuw zoals je kunt zien. En dat doe ik op de snoek. Bedacht door een start-up in de Franse Alpen. En als je dat hiken helemaal beu bent, dan kun je hem zo in elkaar zetten dat het een slee wordt. De snoek glijdt ook lekker door de sneeuw, moet ik zeggen. Ik heb er nog wel een beetje twijfel over de bindings. Die gaan nogal makkelijk uit. Nou, het wordt tijd om te gaan sleeën. En volgens de makers moet dat binnen 5 minuten omgebouwd zijn. Dan gaan we eens even testen. En de tijd gaat nu in. Zit nou al op een minuut. Deze hebben we niet meer nodig. Ja, Oostenrijk staat natuurlijk bekend om zijn rodelbanen. Eens even kijken of de Franse snoek dat ook aan kan. Oh, snoek uit! Oh. Ah, dit is goed voor de buikspieren hoor. Je moet echt balans houden. Oh, ja jongen. Die ging zo lekker hè. Oh, oh, oh. Ja, het midpuntje van de snoek is dat je je skistokken niet zomaar mee kunt nemen. Maar gelukkig weet mijn broer Harm daar wel raad mee. Hij gaat wel snel hoor, de snoek. Wow! Ja, hij is best wel leuk, de snoek. Hij gaat ook heel erg snel, sneller dan een gewone slee. Sturen is nog best wel lastig, want dan moet je een beetje je gewicht in de strijd gooien. Maar op een gegeven moment krijg je wel door hoe het moet. Hij weegt ook nog geen 3 kilo, dus je neemt hem ook echt zo mee. Alleen, hij kost wel 600 euro. Dat is behoorlijk wat geld. En ik heb er ook behoorlijk dorst van gekregen. Nou, proost op de goede afsluiting van de dag.